Ter ere van het 80-jarig bestaan van Hegelsom hebben de Dorpsraad, de commissie Tuutertrek en PTC Plus op zondag 25 augustus een gezellige feestdag georganiseerd. Onder de titel Hegelsom 80 smaakvolle jaren. In het centrum van Hegelsom was van alles te beleven. Maar voordat de activiteiten begonnen, startten de inwoners met een gezamenlijke ochtendgymnastiek. Een groot dorpsfeest in een Hegelsom. Wat is dat voor de aanleiding? Nou, de parochie Hegelsom bestaat 80 jaar en we hebben nu 5 jaar geleden Tuut op stok gedaan. En eens in de 5 jaar doen we een groot feest. En nou is het Hegelsom 80 smaakvolle jaren. Ja, een heel bijzonder thema, 80 smaakvolle jaren. Leg eens goed. Nou, we hebben heel veel ideeën met allerlei commissies en het is regio van de smaak. En we dachten nou, we willen eigenlijk wel de smaken van Hegelsom laten zien. Aan eten, aan muziek, aan onderwijs, allerlei smaakmakende talenten die we hebben. Zodoende hebben we dat allemaal in één thema gecombineerd. We zijn net begonnen met Hegelsom in beweging, dus dat is al één smaak. We hebben een dorpsbrunch voor 420 mensen heen op het plein. Verder hebben we allerlei smaakmakende muziekprogramma's, activiteiten heen op het schoolplein bij de basisschool. De heemkundevereniging presenteert zich. We presenteren ons met ons Hega Metamorfosa en allerlei andere smaakvolle activiteiten voor jong en oud. Mensen hebben hier al liggen.